Jongens, meisjes, dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag zijn we wakker geworden hier in Ibiza, omdat we in Ibiza op vakantie zijn. Lijkt me logisch. Maar goed, wij hebben gisteren een aardig leuk feestje gehad hier. Dus iedereen is nog een beetje moe. Iedereen is nog een beetje half brakkig. Maar goed, we zijn op vakantie. Dus dan mag dat ook wel. Ik kan niet meer. Ik moet een auditie doen van mijn tegenwoordig. Ik kan niet eens de tekst lezen. Oh, nou ja. Zoals je ziet, Niek ligt hier. En de rest ligt ook nog binnen ergens. Ruud ligt nog boven. Danny ligt op de bank. Sam ligt daar nog. Dat is wel een leuk idee. Zullen we vanavond buiten slapen hier? Je kan. Als jij dat gezellig vindt. Vandaag is het weer een lekkere dag hier in Ibiza. De zon moet nog een beetje doorkomen. Maar het blijft echt zo lekker, dit uitzicht hier. Echt fantastisch. Wij gaan straks lunchen in het haventje. Danny had volgens mij gereserveerd. En dan gaan we even lekker cappuccino drinken en zo. En daarna gaan we iets heel vets doen. We gaan namelijk van een klif afspringen. Volgens mij is de klif iets van 10 meter hoog. En dat wordt echt heel erg vet. En het enige jammer is, ik heb geen drone. En ik wilde heel graag dronebeelden maken als ik van die klif afsprong. Maar ik ga jullie even de drone laten zien, want we hebben hem er wel uitgekregen. Maar ja, hij heeft het niet overleefd. Nou, zoals jullie zien is er niet heel veel van overgebleven. We hebben hem met een bal eruit gegooid en toen is hij gevallen. En ja, camera los, vleugel gebroken. Ja, heel jammer, heel jammer. Wat zeg je? Een beetje gebroken. Net als Dennert. Zo voel ik me ook vandaag. Danny, goedemorgen jongen. Oh, wat was jij irritant vanochtend. Ja, ik heb je met alle liefde wakker gemaakt. Nee, helemaal niet. Versantjes, bed. Wij lagen allemaal nog te slapen en opeens heeft hij iedereen wakker gemaakt om 9 uur 's ochtends. Maar ja, kijk, 9 uur 's ochtends is natuurlijk gewoon niet een hele gekke tijd. Alleen als je wat hebt gedronken en je hebt een feestje gehad en iemand maakt je om 9 uur 's ochtends wakker met kabaal en alles gedoe. Ja, ik ben geen ochtendmens, dus ik vond het helemaal niet leuk. Ah, goedemorgen! Goedemorgen. Ben je een beetje fit? Ja, alleen, kijk, ik zat even te denken, ik wil wel gewoon aan het eind van de dag gewoon wakker en fit zijn. Ja, we waren gisteren dus bij die klif gaan kijken alvast. Alleen wat het probleem is, het is best wel lastig om eruit te komen, want het is een hele heftige stroming. Dus dat is een beetje het dingetje. Eraf springen zelf is niet echt gevaarlijk. Alleen het eruit komen is een beetje lastig. Maar we gaan het zien. Misschien dat we even waterschoentjes moeten kopen of zo. Want Sam die was hier vorig jaar en die ging springen. En die had toen zijn voet opengehaald aan de rotsen. Maar dat zien we zo allemaal wel. We hebben nog één iemand te gaan. Sam. Goedemorgen, Pik. Goedemorgen. Suck it like you mean it, girl. Ik was al wakker, maar ik ben opnieuw geslapen. Iedereen ligt ook echt nog gewoon te verploeteren in zijn bed gewoon. Ik dacht voor het geval dat Danny hier lang is geworden. What the fuck? Oh, jongens, kijk dan jongens, jullie kunnen het ook al zien, iedereen ligt nog echt een beetje verpampen zo vooral. Niek die ligt daar, Danny ligt daar, Ruud ligt nog boven en Sam ligt ook nog daar. Oh. Nou, dat betekent wel dat we een goed feestje hebben gehad. Kijk eens even jongens, dit is trouwens de auto die we hebben gehuurd. Dus we zijn eindelijk vrij en we kunnen eindelijk iets doen. We kunnen eindelijk weg. We zijn in de haven en wij gaan hier lekker aan het water, lekker een cappuccino drinken en lunchen. Voelen ons alweer wat beter. Nee, maar we hoeven hier nu niet in de rij te staan, want vorige keer kwamen we hier aan. We werden gewoon weggestuurd omdat het zo druk was. Ja. En nu is het ook nu ook veel minder druk. Ja, sowieso. Het is regenend ook, hè. Oh, kijk eens even, daar zitten we. Hey, heerlijk aan het water met Ibiza stad op de achtergrond. Nou jongens, fantastisch. Kunnen we wel een katertje hebben. Maar dit vrolijkt alles weer op. Dus laat je nou eens even godverdomme horen voor Ibiza stad. Laat je nou eens godverdomme horen voor Ibiza stad. Ik heb dus een zwart t-shirt aan, maar ik heb gewoon Snip & Snies meegenomen naar Ibiza. Want echt, mijn hele shirt zit gewoon onder de kattenharen. Lekker is dit. Kans 1 op 10 dat ik hier nu het water in spring. 2, 1, 6. Ja, ik zeker 7. Ik zei 6. Ik zei 6. Ik zei 6. Helemaal niet. Jullie zeiden 7. Wij zijn 7 en wij zijn allebei 6. Jullie proberen mij gewoon te naaien. Ik hou dat ding vast. We gaan Vincent neer. Kom. Ja, nee, je gaat ook niet. Voordat we eten bestellen, kom even. Ja. Nee, ik ga er niet in. Wat? Oh, dus je loopt zo een beetje op je vlog en dan springen. Ik heb toch niet verloren? Vin. Ik geef je 20 euro als je nu water springt. Oké, ik ga er net. Oh, dit soort bootjes zijn zo lekker om te zien. Dat lekkere blauwe water en dan zo'n mooi bootje. Lekker jongens, hey. Jongens, man down. Welke?
We zijn nu aangekomen bij de klif en we gaan springen. En ik ben benieuwd, we waren er gisteren ook, maar het was toen heel erg ruw de zee. Waardoor het een beetje gevaarlijk was, omdat je dan tegen de rots kan worden geslagen. En dat wilden we natuurlijk niet hebben. Maar we gaan kijken hoe het nu is. Oh mijn god, jongens. We zijn aangekomen bij de klif. Hier ga ik straks vanaf springen, jongens. Dit is wel lijp, hoor, hé. En dan moet je daar eruit. Maar kijk, de zee is nu niet heel erg ruw. Dus nu kan het wel. Den, hoe hoog denk je dat dit is? Hoeveel meter? Ik gok, als ik even een kijkje ga nemen, mijn grote goede ogen, komen wij ongeveer uit, denk ik, op een kleine 20 meter. 20? Daarvoor heb je zelfs een appje dat het diepte kan meten. Ik hoor dat jij ook gaat springen. Ik weet niet waar je dat gehoord hebt. Ja, dat hoorde ik van Betaalbare Bonnen. Jij graag een duikje wil wagen. Ik moet nog een keer beter gaan luisteren, denk ik. Oh, jongens, we staan hier bij de klif. Ruup, ja. Eigenlijk moet jij eerst, want kijk, ik heb nu een GoPro om me heen. Wat krijg ik ervoor, Finn? Jij krijgt een koekje van mij. Je krijgt de helft van de campagne. Ik gun hem een klein beetje van de campagne. Ja, en hij riskeert letterlijk zijn leven nu. Want dadelijk klapt hij echt op een steen. En dan... Maar gast, je kan niet toch gewoon springen? Jullie hebben hiervoor... spring dan. Dan spring je toch twee keer? Ja, maar ik wil nog iemand hebben die beneden voor me filmt. Dat is twee keer. En dan als je kan, springt Ruup erachteraan. Dan kan je nog een keer. Uh-oh. Een Spanjaard. What the fuck? Wow. Komt hij nog boven? Leeft hij nog? Ja! Hey. Yeah. Oh, huh? Yeah. Hey. Ah, dit moet wel lukken, jongens. Ja, dit moet ik ook. Nou, bro, dit moet sowieso lukken. Ja, Den, nu moet jij ook. Oké, deze gast gaat nu een salto doen. Oh. Wat een mafkees. Wat een mafklapper. Oh. What the fuck? Oh. Maat. Hey. You good, man? Yes. Wat een help, pik. Ik doe een dubbele salto, boys. Nee, gewoon. Ik ben het gewoon, fuck it. Op de drone. Let's go. Ja, kom op. Klaar, klimmen. You did it. Ah, is gelukt. Lekker maatje, congrats. Hoe was het? Ja, fucking vet. Ja? Fucking lijp. Adrenaline kick? Huh? Adrenaline kick? Ik ga nog een paar keer houden. Ah. Ja, op een rots. Oké, Ruup, nu jij. Woep! Lijp! Het is pijn in mijn laag! Sam, nu jij! Holy shit, jongens, dit is zo leuk! We gaan nog een paar keer springen, let's go! Oké, mate, backflip! You go for it, bro! Let's fucking go! Yeehaw! Wow! Oh, echt heel lang! You okay? Deze guy! Flop vol op zijn rug. Hij loopt volledig op zijn rug. Oh, je hebt een beeld. Maat, hier kijk. Kijk, volledig op zijn rug. Kijk, eten. Dit is zo leuk. Het is echt zo'n adrenaline kick. Hé, één ding wel. We zijn wel van onze bak uit af, boys. Ja. Jij was er niet. Hey, Den, moet je de klok afdoen? Wat? Den, doe die klok af. Nee. Hey, doe die klok aan de camera. Wat? Doe die klok af. Doe die klok aan de camera. Ja. Nou, Den, vertel. Ik moet gaan springen. Zo. Nee, grapje. Nee, ga! Nee! Ja! Nou jongens, ik ben met dus twee camera's aan het filmen. De special effects zijn er niet, maar iedereen is in het water. Den. Ja. Hoezo heb jij in godsnaam je sokken nog aan? Ja, ik was zo zenuwachtig. Maar het was wel lijf. Ja, heel leuk. Nog een keer. Nog eentje. Hey, laat je even horen. Sam, laat je even godverdomme horen. Ik wil dat jullie je laten horen voor de clip. Hey! Echt niet slim. We hebben echt letterlijk niks meegenomen. Oh. We wisten dat we gingen springen, maar we hebben geen handdoeken meegenomen, niks. Maar Den. Ja? Wel handig dat je op je sokken bent gegaan. Top, hè? Nick, jij sprong opeens, zie ik zo, hij heeft zijn sokken aan. Gekkerd. Dat is big facts. Hè, Den, gekkerd. Vanavond lekker eten, weer gek doen, hè? Nou wordt het een heel bijzondere avond. Vanavond wordt het weer een bijzondere avond. Zou je misschien even normaal kunnen rijden? Ja, dat kan. Oh, nee. Oh, zo, zeg. Ik stond met mijn kop hier bijna. Oh. Nee, de rem werkt niet zo goed. Oh, weer. Nee. Hey, ik geef je één ster. Oké, maakt niet uit. Ik geef deze ster. Oh, weer één. En joh, de ster. We gaan steeds hoger. Kap eens! Toch wel weer een beetje misselijk van dit ritje. Ben weer misselijk. Bedankt.
Oh! Oh. Ik ga zelfs een ver door. Wacht. Nee. Achoo. Oeh. Oh. Dat was wel netjes, jongens. Hey. Nu jaren. En... Holy shit. Zwart van de hoek. Oh. Dit is biezen. Ja, dat is niet normaal. Hey, waarom ben je zo knap? Dankjewel. Dankjewel. Wat doe je daarmee? Wow! Oh, kijk hem dan zitten. Helaas niet meer in de zon, maar ja. Nee, de zon is een beetje... Ga lekker zelf in de supermarkt. Iedereen is een beetje lekker aan het bijkomen. We zijn natuurlijk net bij de klis geweest. En we zijn nu gewoon een beetje aan het chillen hier. Een beetje op het gras gelegen. Volgens mij ligt Niek nu... Oh! Volgens mij ligt Niek nu te slapen, ook boven. Maar we gaan straks naar een hele leuke tent. We gaan namelijk eten bij Leo. En het is blijkbaar echt een hele leuke tent, een soort van entertainment bij het diner, een soort van hele show. Dus er komen nog heel veel leuke shotjes aan, denk ik. Oh, huh? Nee. Ja, je ligt niet te slapen. Nee, ik heb een auditietape opgenomen. Lekker, maat. Ja, ik wil echt kapot. Ik heb 2 uur geslapen, houden. Maar we moeten over 40 minuten alweer naar een restaurant. En het is een ziek restaurant met allemaal show, dan gaan we zo weer zuipen. Nou, Niek. Maar ga jij moet er, jongen? Schoonheidsslaapje gaan of niet? Nou, ik heb net wel even op het gas gelegen, maar niet echt geslapen. Maar wat zou ik doen? Zou ik wakker blijven of niet? Want als ik nu ga slapen, kan ik misschien straks niet slapen. Nou, als je nu gaat slapen, word je wel... Ik denk dat als je nu gaat slapen, dan voelt het gewoon niet lekker. Weet je, dan heb je die moe... We gaan vanavond zuipen. Ja. Oké, fuck it. Dan ga ik gewoon door mijn moeheid heen en dan ga ik vanavond gewoon lekker slapen. Morgen uitslapen. Precies. Zo, moet je eens even kijken. Ik heb eventjes in de zon gelegen. En moet je dat randje zien? Mijn bandje die zat al hier. Weet je, Jopie, ik heb het helemaal niet. Waarom word ik niet bruin? Nou, kijk hoe je erbij ligt. Je ligt binnen op een kamer. Ja, als jij nou lekker in de zon gaat liggen... Ik moet die auditie kweren. Dan ben je straks een hele bruine gozer. Ik ga straks in de zon liggen. Goed zo. Kijk eens eventjes. Als de zon zo schijnt, kan je zien wat een uitzicht. Kijk, hier de zee helemaal zo. Het ziet er echt lekker uit. Dat hebben we goed gefixt. Het is echt even anders zo. We zitten in de auto. Ja, we gaan weer lekker. We gaan lekker eten. Dan, waar gaan we eigenlijk heen? We gaan naar Leo's. En? Dat is? Leo. En een tent, daar gaan we. Ik zag net allemaal tribunes en shit. Ja, en, acrobatische soort circus. Oh, lijp. Dus het wordt hartstikke leuk. Sam die komt later, want die moest nog iets doen voor werk. Snel. Hey! Kom op. Goed, we gaan nu naar het restaurant. Lekker in de haven, jongens. Ik ga het meisje in de shuttle aanspreken. Wat? Niks. Bellen als je kijkt. Niks zei niks. Jongens, ik ben een heel klein beetje bang hier eigenlijk. Ik ben doodsbang. Echt dood. Toch? Ja, man. Zeg maar, want Danny is echt een type die houdt heel erg van flexen. En dit is echt zo'n flexte. Ja. Er lopen alleen maar knappe vrouwen, alleen maar mannetjes die mannen willen zijn. Ben dat hij een treintje gaat halen of hier heeft iets vuurwerk of zo. Ja. We moeten wel echt tegen hem zeggen dat we niet gaan meebetalen aan die 1000 euro. Eet betaal ik, één fles prima, maar ik ga niet meer de fles gaan. Nou jongens, jullie gaan het zien. Dan, dit is nummer 1. Dit is nummer 1. We gaan voor. Nou, wij zeiden net ook al, we zijn een beetje bang vanavond. Ik zorg voor jullie. Papa Danny zorg voor jullie. Er is daar nu een man live aan het performen. Hij kan wel zingen. Ik weet niet of je het goed ziet, maar daar staat daar nu een vrouw te zingen. Mijn moeder. Is dat je moeder? Ja, leuk. Nee, ik kan mijn moeder niet. Ja, nee, ik kan mijn moeder. Ja, ze is een heel knap kind uitgekomen. Ja, leuk. Hey Sam. Hola amigo. Ga lekker zitten. Ik stuur een snap naar Matta van dat ik die call aan het doen was. En Heb je filmpje nog? Nee. Maar Matta zegt, wie de fuck loopt er in die tuin? Ik zeg, stond er iemand in de tuin? Ik zeg, ben je serieus? Dat zeg, ja, we zijn serieus. Dus ik bel Matta, ik zeg, pik, zonder fout, zegt er echt iemand lopen? Hij zegt, ja, pik, zou iemand lopen? Dus ik ga met Matta aan de telefoon op kijken. Dus ik denk, van, je staat er iemand daar bij dat zet. Hele show! Niet normaal! Ik word er bijna emotioneel van. Ja, snap ik. Dat wel mijn neem in het wiegel. Oké, dat is een goochelaar. Eet op tijd. Eet op tijd aan je hand. Nee, niet.
time, we go back in time. If this is correct, the card that I turn, yeah, has not to be torn. Can you look? Wat heb je gedaan, man? Nee, ook niet. Maar ik weet wel grappig. Maar het zou ook een verrassing. Oh, nee. Gefeliciteerd met je verjaardag. Gefeliciteerd. First day. Dankjewel. Ja, het is mijn birthday. Hij is helemaal niet jarig. What can happen? Like, will I go to jail or just sit out? Or what will happen? Worst case scenario. Yeah. Den, dit kan niet. Ja? Den. Den. Danny, mogol. Ik ben een lesjes op u. Zo. We zijn thuis en het is laat. Het is nu 4:00 s'nachts. Wij gaan lekker slapen. Het was een hele leuke dag. Super. Dus vond je deze video leuk? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later. Doei.